Ja, hoe moeten we nou beginnen? We zijn op Dusdavond Games. Dat is even wennen, hè? Ik wou maar pas een gedrag daar doen. Zeg je dat? Ja. Nou, voor de mensen, ik ben dus de King77NL. Samen met wie? Ja, Visie, hè? Daar is Visie weer. We hebben trouwens even tussendoor heel veel reacties op die video met die live opname die we hadden. Ja. Over, ja, daar ging Visie. Ja, dat is wel goed, ja. Ja, nou, lekker random opening op Dusdavond Games, Paul en Chris. Ja. En nou, jouw gameplay, vertel eens maar even over je gameplay, even snel. Ja, de gameplay is, zijn gewoon 4 streaks eigenlijk die ik gehaald heb in de afgelopen dag, zeg maar. Dus ging best wel lekker. Alleen, als je maar enigszins goed gaat, dan quitten ze. en is het over, hè? Ja, dus daarom hebben we gekozen voor gewoon wat streaks. Ook sowieso, omdat het een duel is van bijna 10 minuten. Is het gewoon leuk om gewoon ook misschien verschillende maps, verschillende gameplay. Ja. En nou weten mensen mijn mening over Black Ops 2, want ik ben sowieso snel uitgekeken. Ik kan niet echt naar een gameplay kijken van Black Ops, maar gewoon een hele gameplay, daar heb ik moeite mee. Nou, ik ben eigenlijk de laatste 2 dagen ineens weer Black Ops 2 aan het spelen eigenlijk. Ja, om te spelen is het nog wel, maar om te kijken vind ik het ook gewoon minder leuk. Ik heb gewoon, jij hebt het ook hetzelfde mij qua mening, MW3 vinden we veel leuker, maar ook gewoon om te kijken vooral. Het is gewoon, voor YouTube is gewoon MW3 veel nicer. Maar daarom vind ik streaks eigenlijk leuker altijd. Als ik eerlijk ben. Want dan zie je gewoon lekker de echte. Ja, nu zie je alleen de leuke momenten, ja, dat zeg ik. Maar ik zeg al, en dit vind ik wel leuk. Ik bedoel, een hele gameplay van Black Ops 2 heb ik gewoon meer moeite mee om doorheen te komen. Nu heb je een Meltdown 17 streak. Je hebt ook de tekst in beeld gezet, dat is wel handig, ja, voor de kijkers. Want we gaan het niet meer over de gameplay hebben. Dus mochten ze vragen waar ze mee spelen, moet je gewoon goed kijken. Het staat vaak customized. Maar het is vaak bij jou Fast Marcus, ben je vaak mee. En? En Long Barrel met de Vector. En hij kan wel heel snel even vertellen. Ik speel met de Peacekeeper ook nog een stukje. Daar speel ik zonder perks, zonder attachments. Ja. Want daar wil ik goud hebben, gewoon. Ja. En dat is het handige, gewoon in één keer doen. Dan ga je gewoon slecht. Maar toevallig heb ik een mooie streak erin. Ja. En voor mij eerst was ook de Vector. Dus 2 keer Vector, 1 keer Peacekeeper. En nog wat anders. Ik weet het eigenlijk niet meer. Niet zo belangrijk. Niet zo belangrijk. Oké, want waar de commentaar over gaat, dit is eigenlijk over het toernooi. Daarom staan we hier samen. Als ze gaan zeggen, waarom zijn altijd samen? Dan zijn jullie weer samen. Dat krijg je natuurlijk weer. Ja. Maar er zijn ook mensen die jou natuurlijk niet kennen. Nee. En op DDG. Mij ook misschien niet iedereen, maar de meesten kennen me, hoop ik denk ik inmiddels wel. Dus, misschien moet jij toch even kort vertellen wie je bent. Heel kort. Wat ik ben? Nou, ik ben Chris. Ik ben 32 jaar. Ik ben ook YouTuber. YouTube. En we zijn hele goede vrienden van elkaar. Dus zodoende ben ik YouTube filmpjes gaan maken. Ja, want we kennen elkaar sinds 2000. En ik ben begonnen dus eind 2011 in het Engels. En ik ben pas vorig jaar in mei, geloof ik, in het Nederlands begonnen of zoiets. Mei, denk ik. Ja, voor mij. En jij bent in juli begonnen. Ja. En ik in juli. Toen dacht je, hey, dat is eigenlijk wel een leuk. We gamen eigenlijk al vanaf 2006 online samen, continu alle games die we tegenkomen eigenlijk. Hè? Ja. Niet alleen COD, ook Gears of War en et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Nou, verder, dat is niet zo belangrijk verder meer. Het toernooi, daar gaat het echt om. Want jij wilde een toernooi organiseren. Ja. Hè? Daar kwam je mee een maandje geleden of zo. Ja. Eigenlijk op je eigen kanaal. En toen raakte ik daarbij betrokken en Erik en nog een paar mensen. En ineens hadden we het idee, met David samen, misschien moeten we het gewoon op DDG doen. Dat is op zich wel leuk natuurlijk. Dat is best wel nice. Alleen, toen had jij in eerste instantie filmpjes gemaakt op je eigen kanaal ook. Om zeg maar mensen te vertellen over het toernooi. Ja. En toen deden we een trailer op DDG. En we hadden dus verwacht gewoon misschien, we hoopten op 48 teams, dat zou mooi zijn. Ja. Maar we kunnen 48.000 teams kunnen we maken nu. Ik ben hè? Helemaal gespamd, zeg maar. Gewoon serieus gespamd. En op een goede manier eigenlijk, in dit geval. Ja. Nee, het is echt niet normaal. Ik heb bijna 60 teams gekregen. Ja. En echt nog, ik denk wel 150 losse inschrijvingen. Ja, dus wat we moesten de opzet dus eigenlijk gisteravond een beetje te kijken. Moeten we iets anders doen hè, ook? Ja. En misschien kan je het heel kort vertellen wat nou ongeveer de verandering is? Nou, we hadden eerst in ieder geval 48 teams. Hè. Dus hadden we 16 poeltjes van 3. Voor de mensen die, 3 keer 16 is 48, voor de makkelijkheid. Ja. Maar meestal, nee, we hadden dus 48. Altijd, meestal, meestal. Wat zei je? Ja, meestal wel. Meestal wel, meestal. Ja. Hè? Maar we hadden dus 48 teams. Maar we hebben dus uiteindelijk 56 teams. Dus hadden we eigenlijk 8 te veel. Maar dan moeten we teams gaan teleurstellen. En dan kan ik eigenlijk, kunnen we dat niet over onze hart verkrijgen. Nee. En dus wat we gedaan hebben is dus geloot. En 16 teams moeten natuurlijk een voorronde dan gaan spelen. Ja, dan valt er dus 8 af en heb je alsnog dus 48 teams over. Ja, voor de poeltjes, ja. Ja, dus het toernooi zal iets langer gaan duren ook. Ja, toch? Dat klopt.
We hebben gisteren een schema gemaakt. Dat schema staat al op de website. Die staat al online, ja, op bo2toernooi.nl. Ja, ik zet een link, zetten we in de description. Daar kunnen mensen naartoe. En dan kan je ook precies het schema zien. Er staan natuurlijk nog geen teamnamen bij. Maar er staat bijvoorbeeld pool A en dan een nummertje bij. Ja. De volgende ronde kun je ook zien dan welke nummer 2 van pool A komt tegen nummer 1 van pool G. Zeg maar, dat soort dingen kunnen ze allemaal zien. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En, dus dat staat al online. Nou zouden we eigenlijk aanstaande zaterdag gaan beginnen, hè, met de livestream. Ja. De eerste wedstrijd. Maar dat hebben we dus nu uitgesteld ook. Omdat ook voorronde wedstrijden. En anders heb je hele rare dat je 2 poeltjes laat spelen voordat jullie op vakantie gaan. Hè? Jij en David gaan... Nou, niet vakantie. Maar we gaan naar Amerika. Daar ja, vind het ik, is wel een klein beetje vakantie. Ja, soort 8 dagen naar L.A. Heel hard werken. Nee, we moeten dingen doen. Maar we zijn weg. In ieder geval David ook. Dat is niet handig. Ja. Want ik moet de stream natuurlijk hier vanaf hier beheren. Ja. En sowieso vind ik het prettig als David ook gewoon niet zo lang weg is. En ik ben samen met hem weg. Dat is helemaal onhandig. Ja. Dus we hebben besloten om gewoon het over de Ubisoft trip heen te tillen, zeg maar. Of de EA trip. Wij zijn de 15e terug. En we gaan beginnen met het toernooi op die maandag. Ja, maandag. Voor mij is het de 17e. De 17e hebben we over. Maar dat kunnen ze allemaal op de website ook allemaal zien. Ja. Dan gaan we beginnen. En zijn dus eerst een paar dagen voor ons. Ja, 2 dagen. 4, ja. 8 wedstrijden, 2 dagen. Doen we en dat. Dan volgt het poolsysteem. Ja. En voor de mensen, dus je speelt dus gewoon in een pool van 3. En alleen de nummer 3 valt er alleen af. Ja, zo moet de nummer 3 valt alleen af. En je speelt in de pooltjes in ieder geval alle 3 de spelmodus. Hè? Dus ja, want elke winst telt. Dus als je bijvoorbeeld de eerste ronde domination hebt verloren, een partij. Yep. En de tweede verlies je weer en op een andere moment. Dan moet je de laatste wel spelen, want elk punt telt eigenlijk gewoon dat je pakt. Ja. Dus als je 3-0 verliest in de eerste wedstrijd, heb je al een groot probleem. Verlies je 2-1 is het eigenlijk niet zoveel aan de hand. Als je daarna zelf weer 2-1 wint, dan kan je nog zo door zijn. En dat klopt. Zelf, als je 3-0 wint, ben je zeker door daarna. Zo kan je het ook zien. Als je die ene punt pakt, is heel belangrijk. En zo'n systeem hebben we dan dus... je ziet ook lekker dat je speelt die met engineer... dat je 47 miljoen betties in die map ligt. Ja, ja, daarom speel ik eigenlijk altijd als engineer. Hè? Nou, maar ik speel nu met... ik speel heel weinig de laatste tijd dit. Maar als ik speel flakjacket en dat delayt die dingen ook gewoon. Dat je dus damage krijgt ervan en niet in één keer doodgaat. Nee, ik weet niet helemaal zeker wat ik speel. Maar voor mij speel ik zelfs alleen met Ghost. Zonder hardline, zonder flakjacket. En dan heb ik toughness en... Toughness en scavenger. Scavenger, ja. Oh. Nee, maar ik moet dexterity ook hebben. Ik heb, op een of andere manier. Ja. Moet ik gewoon hebben. Ja. En, ik zou alle perks willen hebben, maar ja, dat heb je niet in deze game. Daarom wil ik specialist hebben. Ja. Inderdaad. Maar het is nu echt langzaam, merk je ook wel, ik merk op andere kanalen ook dat steeds meer mensen ook MW3 gaan uploaden. We hebben ook getwijfeld even om een MW3 toernooi te doen, omdat het eigenlijk meer ons ding is. Maar die gaan we ook doen, maar we beginnen nu gewoon met Black Ops 2, omdat het gewoon de nieuwste kot is, zeg maar. Ja. Ja, misschien nog wel leuk om te vermelden, want er wordt heel veel dingen gevraagd omdat het al Xbox toernooi is natuurlijk. Ja. Is wel, hoe zit het nou met PS3 en PC? Want ja, mensen willen dat ook natuurlijk spelen, maar dat komt gewoon daarna. Ja, we doen eerst gewoon een En hopen dat ome David het zo leuk vindt dat we het ook bij DDG kunnen streamen natuurlijk. Maar, ja. Ja, dan moet nou, dat hangt er vanaf hoe de animo is, qua kijken en qua streamen, hoe het allemaal loopt. En dat weten we allemaal niet. Het is ook allemaal... We gaan het ook voor het eerst doen, hè, met het hele podcast gedoe en zo. Dus het is allemaal, er zal niet alles persoonlijk perfect gaan, dat hoeft ook niet. Nee. Maar ik denk dat het heel leuk wordt. We gaan ook zelf commentaar geven. En Braadworst gaat commentaar geven. En Erik en... Dan en Robin misschien nog wel een keertje. En zo een beetje roleren. Ja, en dat wordt denk ik leuk. Ik denk het ook wel. Ik denk dat het gewoon heel anders is ook. Hè? Voor de mensen die de spelregels nog niet kennen. Ik zal het wel heel kort even uitleggen wat de spelregels zijn. We spelen dus SMG only. Met geen perks. Nee, wel perks, maar niet alle perks. Hè. Sommige perks zijn geband dan. Maar geen scorestreaks zijn er in ieder geval. Wel pistols mag gebruikt worden als secondary. Want die zijn toch gepatcht, dus nou, dat maakt niet meer zoveel uit. En wat hebben we nog meer? Ja, geen assault rifles, geen snipers, geen target finder, LMG's. Nee, het is gewoon heel simpel. SMG only. Dus je SMG kan elke SMG spelen met elke attachment die je wil. Ja, behalve de Peacekeeper. Ja, de Peacekeeper niet. Want die heeft niet iedereen. Dus dat is ook weer niet balanced. Dan hebben sommigen een Peacekeeper, sommigen niet. Nee. Peacekeeper is eigenlijk een assault rifle, blijf ik bij. Ja. Hoe groot die is, hoe die schiet en zo. Ik snap niet dat ze hem daarbij hebben gedaan. Ik vind het een kruising gewoon. Ja, Want het is voor mij meer een assault rifle dan een SMG. Blijf ik bij. Ja, long range, hè? Ja, nou ook gewoon, dus een SMG is altijd klein. Het is echt een groot wapen, is het ook. Snap je? Hij is gewoon... hij is zelfs bij de assault rifles is hij niet de kleinste. Lang niet. Het is inderdaad. Heel apart. Het is een vrij breed wapen ook en zo. Maar ja, maar het verder niet uit. Hij is in ieder geval... hebben we hem niet, omdat niet iedereen het wapen heeft. Die de DLC niet heeft, die heeft het wapen niet. Dus hebben we het gewoon zo opgelost. Nou, we gaan richting het einde alweer. Ja. Die streak hier op Plaza. Ja, ik had zwarme dogs, hè. Maar dan liever ze. En dan gaan ze weer allemaal weg. En dat is ook wel een beetje het plezier. De stand 36-7. Dat gaat echt helemaal nergens over. En dat heb je ook gewoon op MW3. Het is gewoon een beetje met kot de laatste tijd. En
En bij Battlefield speelde ook meer in de laatste tijd. Dan heb je gewoon meer dat mensen echt gewoon totaal niet op elkaar delen. Het alleen met rushes zijn. Voor en dan ga ik dood hier en dan denk ik van mezelf, hoe ging ik dood? Maar. Is wel nice. Gameplay is afgelopen. Ja. Maar dat is niet zo erg. We plakken er wel een mooi plaatje achter. Misschien een naaktfoto van David of zo? Nee, dat is net niet. Dat kan we niet. Heb jij die dan nog? Ja, voor mij wel. Nee hoor. Mm. Wel voor jou? Oh nee, ook niet. Nee. Oké, okay, nou mensen, dus voor alle informatie, check de link in de description van het toernooi. Ja. Black Ops 2 toernooi. Check ook de link naar mijn kanaal en die van Fish. Ja. En als je nog niet subscribed bent, subscribe dan. We maken funfits, Olaf Kreta, we doen co-op missions. Gaan we weer beginnen, sterretjes, zoals dat nu. Sterretje ja, moeten we wel weer doen trouwens, Olaf en Kreta, voor ja, maar 10.000 special misschien. Zijn we het inspreken, ben ik met een parody bezig ook. En wij gaan samen een parody doen van de week. En ja, we zijn met z'n allen bezig. En dan komen we, ja, check maar gewoon onze kanalen. Is goed. En vooral het toernooi, houd het in de gaten. Alle datums, data die je nodig hebt, staan er gewoon allemaal op ja, de website. Toch? Dus, ja, inderdaad, alles data okay, staat er al op. Dat is allemaal voor. Oké, okay, nou, dat zeggen we. Op jouw manier, zullen we op jouw manier afsluiten? Nou, dat doen we een keertje op jouw manier. Oké. Okay. Maar samen? Dan wij, hè? Ja? Wij gaan jullie zien.